Is het leuke dag, Hector, hier? Ja, zeker gezellig. En met de jongens vooral. Ik sla mijn team op de kamer en dat is op zich gewoon gezellig. En gewoon met de hele groep is het leuk. Ook de trainingen doen we met alle plezier. Ook al is het lopen af en toe, maar het blijft wel leuk. Ja, het is wel buffelen, hè? Ja, het is wel bikkelen, maar ja, dat hoort er allemaal bij. Daarvoor ga je naar het trainingskamp. Dus ja, wat is het eigenlijk een beetje? Ja, het is heel hard werken en hard je best doen, zodat je aan de trainer kan laten zien dat je wil spelen. Ja, je legt het bruggetje zelf al, dat is knap. Daar wilde ik eigenlijk een beetje naartoe. Jij wil verder, jij wil iets laten zien. Ben je nou tevreden met die ontwikkeling, zeg maar, in het laatste half jaar? Ja, ik op zich wel. Het kan altijd nog wat beter. Maar ik doe vooral heel erg hard mijn best. En train gewoon heel erg hard. En dan zo probeer ik iedere keer een beetje bij de selectie te komen. Dat is mijn intentie en mijn doel eigenlijk. Is dat korte invalbeurtje, kort voor de winterstop, dan een soort van beloning? Even een soort van groene trui in een puntenklassement? Ja, zo voelt het voor mij wel. Voor mij voelt het echt als een beloning. En en dat waardeer ik ook van de trainers natuurlijk. En dat geeft weer een goed gevoel om weer verder het seizoen in te gaan. Het is nogal wat concurrentie heb op het middenveld. Ik zie je bij tweede bijvoorbeeld wel eens als linksback starten. Ja, er zijn heel veel middenvelders. Sowieso hebben we best wel een grote groep vergeleken met vorig jaar. En vroeger heb ik wel eens linksback gespeeld. Dus vandaar dat ik ook wel eens nu linksback sta. Wordt naar je gezwaaid? Ja, geen linksback, Meijer. Ja, daarom. Ja, die hoort linksback. Die slaat gelijk aan, hè? Ja, zeker. Ja, die scheidt hem wel een beetje, denk ik nu. Nee, joh. Hey, Spanjaard in Spanje, hè? Dat hebben we ook nog mee te maken. Ja, zeker. Als de vragen zijn, komen ze meestal naar mij toe. En dan vertaal ik het even. En dat is een kleinigheidje. Ja, want gisteren er was een discussie over de paella. Ja, die was niet helemaal Spaans, geloof ik, hè? Ja, ze maken vleespaella. Ja, en eigenlijk de originele is toch gewoon vis. En Dino vooral wilde graag vis. Dus misschien gaan we even vragen of laten we zeggen, vlees en een vispaella kunnen maken. We gaan straks een uitstapje maken. Ik zeg we, want wij gaan ook mee. Maar we gaan naar Sevilla, hè? Volg jij het Spaanse voetbal? Ja, ik volg het wel. En Sevilla en Betis is echt een stadsderby. Dus dat wordt wel lekker vechten daar op het veld en zo. Dus dat is wel een mooie partij om te zien. Drie vragen. Wat zijn de posities van Sevilla en Betis in de competitie? Sevilla staat volgens mij zesde. En Betis staat volgens mij 12e. Jammer, het zijn de nummers 9 en 14 die spelen tegen elkaar. Welke spits kwam er van Juve over naar Sevilla? Llorente. Dat is goed. En hoeveel competitiedoelpunten maakte Van Wolfswinkel inmiddels voor Betis? Een van de twee Nederlanders naast Van der Vaart. Volgens mij heeft hij er 6 gemaakt. Volgens mij niet 1. Hij scoorde er 2 in de beker en in de competitie nog niet. Oh ja, ik heb dan de bekerwedstrijd gezien, dus ik dacht dat hij wat meer scoorde. Ik vind dit een teleurstellende score. Ja, dat vind ik ook. Daar gaan we later een keer over doen. Ja, doen we.